Ik ben donor. Ik ben geen donor. Nee, ik ben geen donor. Ik heb mijn 10 jaar geleden aangemeld als donor. Maar ik ben geen donor. Nee, ik ben geen donor. Ik ben geen donor. Ik ben donor, ja. Nee, ik ben geen donor, maar ik ben wel heel erg gaan twijfelen. Of ik donor ben of niet, ik ben geen donor. Ik heb me op mijn 15e geregistreerd als donor, omdat ik zag dat dat kon. En omdat ik dacht, ja, als ik dood ben, dan heb ik niks meer aan mijn lichaam. Dus ik zou het fijn vinden als andere mensen daar wel iets aan hebben. Omdat ik daar nog nooit over heb nagedacht. Omdat, ik ben discjockey van beroep. En dat brengt toch wel een heel gezellig nachtleven met zich mee. Dus ik denk dat er hier toch wel een orgaantje of twee niet helemaal zuiver meer is. Verplaats jezelf in de situatie als je zelf zoiets nodig zou hebben. Ik denk dat je daar heel erg blij van wil worden. Dus als je iemand kan helpen, moet je dat doen. Nou ja, dat staat ook op mijn to-do-list. En ik denk dat ik voor velen zo spreek. Maar druk leven en dan blijft dat liggen. Het is gewoon laksheid. Ik ben geen donor. Omdat ik er eigenlijk wat niet over heb nagedacht. Ik vind mezelf nog vrij jong. Eigenlijk stel ik dat heel lang voor mezelf vooruitgeschoven. En denk ik dat wanneer de dingen op het juiste moment gekozen moeten worden, gekozen zullen worden. Als het moment daar is, dat ik dan dat mensen voor mij kunnen beslissen dat mijn organen gebruikt kunnen worden voor iemand anders. Zo helpen we elkaar. Ik vind het een mooie gedachte dat als je bent overleden, dat je toch nog iets kan doen voor je medemens. Maar aan de andere kant twijfel ik ook weer, omdat ik het best wel een apart idee vind om mijn lichaam aan mensen te geven. Dus daar ben ik nog een beetje over aan het twijfelen. Van mij kan er niet zoveel gebruikt worden. Ik ben suikerpatiënt en dan heeft het geen nut. Ik vind sowieso dat mensen zich moeten registreren. Ik zou niet zeggen dat ze allemaal donor moeten zijn. Dat moet je echt voor jezelf bepalen of je dat wel of niet wil. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om te registreren. Niet alleen voor de ziekenhuizen, zodat zij weten waar ze aan toe zijn. Maar vooral ook voor jezelf. Dat je er over na hebt gedacht. Dat je ermee bezig bent geweest. Ik denk dat het heel persoonlijk is. Ik denk dat iedereen dat voor zichzelf heel erg uit moet zoeken. Maar ja, ik vind wel dat je dat zou moeten doen eigenlijk. Ja. Ik zou het wel mensen aanraden, maar ik zou niemand dwingen. Maar als je het echt niet wil, dan moet ik wil me binnenkort wel gaan registreren. Ik vind dat ik. Nou, ik hoop dat ik zo mijn steentje bijdraag aan ons leven. En een beetje geluk. Dat is de mooiste gedachte. Voor mij in ieder geval. www.jaofnee.nl